De overheidsquote. De overheidsquote, een van de testen die we gebruiken om te bepalen van hoeveel mobiliteit de atleet heeft. Het is een vrij lastige test om te meten van waar ga je nu naar kijken. Maar voor mij is het een hele belangrijke test om een goede indruk te krijgen van wat is de mobiliteit van de atleet. Ik kijk naar meerdere punten. Kijk naar enkelmobiliteit, heupmobiliteit, bovenrugmobiliteit en natuurlijk schoudermobiliteit. Dus meerdere punten gaan we bekijken. Hoe ziet de test eruit? De test, als je de test gaat geven, moet je ook duidelijke cues geven. Dat betekent dat je heel duidelijk moet zijn van wat wil je. Je gaat niet te veel corrigeren, want je wil eigenlijk een indruk krijgen van wat laat hij in eerste instantie zien. En dus niet de bedoeling dat je al gaat corrigeren. We willen eerst de indruk krijgen en later, als je wat informatie hebt, hè, dan kun je gaan zeggen van nou, we gaan ook even de enkel gaan we bekijken, heup of bovenrug. Dan gaan we het een beetje opsplitsen. Dus eigenlijk is de overheidsquote test een algemene test om een algemene indruk te krijgen. Nou, hoe ziet hij eruit? Max die doet de oefening voor. En je ziet op blote voeten duidelijke cues geven, dus het is duidelijk aangeven wat er moet gebeuren. Nou, blote voeten. Voeten die plaats je op heupbreedte. Met de tenen iets naar buiten, een paar graden naar buiten. PVC-stick plaats je boven op zijn hoofd. Met de arm in een hoek van 90 graden. Bovenarm, onderarm in een hoek van 90 graden. En rug en bovenarm een hoek van 90 graden. Dus twee hoeken van 90 graden. Stick ontspannen op zijn hoofd. Belangrijk is als hij straks zeg maar een diepe squat heeft gemaakt, dat je ongeveer op 2-3 meter afstand even een fotootje maakt van de zijkant. Belangrijk is dat je een foto maakt. Ja, want je kunt niet alles gelijk opschrijven, dus met een fotootje heb je een mooi overzicht van wat het is. Nou, vanuit deze positie strekt hij zijn armen uit en dan geef je aan, maak zo diep mogelijke squat en onderin even 1 à 2 tellen even blijven zitten en dan maak ik een foto. 1, 2 en rustig omhoog komen. Stikken we even rustig ontspannen. Voeten even losschudden. En deze test doen we 3 keer. Dus voet op heupbreedte. Tenen iets naar buiten draaien. Stik boven op je hoofd plaatsen. Armen twee hoeken van 90 graden. Goed even kijken of het niet te breed of te smal vast heeft. Armen helemaal uitstrekken en een diepe squat maken. En op het diepste punt een fotootje maken. Ja, en dat ook ongeveer op dezelfde hoogte. Klik. Ja. En ontspan. En dat doen we nog 1 keer. Even losschudden. Stik boven op je hoofd. En uitstrekken. Lang maken. Diepe squat. En klik. Ja. Oké, goed. Dit is de overheidsquote, dus een test om een algemene indruk te krijgen van hoe zijn mobiliteit is. En we kijken met name naar de enkel, heup en bovenrug, schoudermobiliteit.